Het is vandaag 10 september 2023 en ik zit hier in de koelte, in de schaduw van de grote Antoniusabt hier in Terheide. En waarom zit ik hier? Omdat er vandaag hier, en dat kun je al zien, er is een rode loper uitgelegd voor de spelers van de film over de Kleine Schans. Daar gaan we straks met z'n allen naar kijken. Het is nu nog stil, maar over een paar minuten verwacht ik de eerste mensen die hebben meegedaan met de film over de Kleine Schans. En ik ben benieuwd wat zij daarvan vinden, wat ze hebben meegemaakt, hoe ze het vonden. U kijkt dadelijk mee. Jan-Willem van der Vlies, u heeft een hele grote rol gespeeld in de film waar we straks naar gaan kijken. Kunt u daar alvast een tipje van de sluier oplichten? Even kijken, nou, ik heb het filmen en monteren heb ik gedaan. Even kijken, het is een mooie film over het rijden geworden. Ja, over de Kleine Schans. Ja. En dat was uw rol en u heeft daar denk ik wel een paar uurtjes voor nodig gehad? Ja, klopt. Nou ja, met velen hebben we er lang aan gewerkt. Ja. We zijn heel erg nieuwsgierig. We gaan er direct naar kijken. De gasten die er nog bij horen, die komen vanzelf. Ik zou zeggen, ga zitten en geniet mee met ons. Alhoewel u precies weet wat erin staat. Yes, maar we gaan zeker genieten. Dank u wel. Yes. Okay. Meneer Simons, goedemorgen. Goedemorgen. En u bent zo gezien in werkkledij als wethouder of als Tim Simons? Nou, dat zijn toevallig dezelfde personen, maar ik ben vandaag hier om naar de filmpremière te gaan van de verhalen van de Kleine Schans natuurlijk. Ja, dat gaan ze dadelijk om 11 uur laten zien en wij staan hier te wachten op de medespelers, maar fijn dat u er bent. Ik zou zeggen heel veel plezier. Dank u wel, u ook. Succes met alle pracht en praal dadelijk die je op die rode loper aankomt lopen. Ja, dat wordt nog spannend hoor. Ja, succes. Nee, dank je. Ook fijn dat u er ook bent, want ik weet dat u ook een grote rol heeft gespeeld in het verhaal. Misschien niet als acteur, maar toch wel op de achtergrond. Ja, dat zeer zeker. Ja, dat zeer zeker. Ik heb ook wel de acteurs trouwens een klein beetje gecoacht. Hè, van welke rol dat ze moeten spelen en hoe dat ze het kunnen spelen. En welke mogelijkheden dat er allemaal zijn. Dus dat was ook een deel van de taak. En daarnaast heb ik het verhaal gemaakt en alles zo'n beetje bij elkaar gecombineerd. En daar gaan we direct naar kijken. Ja, ik hoop dat u het allemaal heel erg leuk vindt. Ja, zeker. Ik zou zeggen, neem zoek een goed plaatsje, want het gaat druk worden. Ja, oh, dankjewel. Dat ga ik doen. Okay, dank u wel. En wie komen daaraan? Meneer en mevrouw Lievens. En die ga ik toch even aan de tand voelen. Meneer Lievens, u heeft er een rol in gespeeld, voor zover ik weet, in de film die gaat gebeuren. Een rolletje. Maar goed, heel bescheiden. Jawel, maar onmisbaar. Blijkbaar, ja. En hoe was het gevoel om niet alleen maar in een ton te staan, maar ook in het vrije veld uw talenten te laten horen? Ik zou je vertellen, dat was heel moeilijk om die 5 regeltjes van buiten te leren. Dan liep ik in de polder en dan liep ik dat steeds maar te herhalen. Zo snel als ik vroeger iets van buiten kon leren, zo moeilijk is dat. Ja, we worden wat ouder, Ad. Ja, dat zal het wel zijn. Maar ik zou zeggen, ga lekker genieten, want we zijn vreselijk benieuwd wat jullie er daarna van vinden. Okay. Dankjewel. Okay, dankjewel. Ja, gaan we kijken. Okay. Dankjewel. Kijk, Lieke Flipsen. Dat is leuk dat ik jou weer eens zie, ja, maar je hebt heel hard gewerkt. Ik heb gehoord dat jij aan de film een duidelijke rol had. Wat was jouw rol? Ik was eigenlijk jou, maar dan in de film. Dus... Was jij mij in de film? Ja, maar... Nou, ik vond je niet helemaal op me lijken, maar het idee was leuk. Zeker, nee, ik was de verslaggever. Oké, en wat gevoel had je daarbij? Want had je het vaker gedaan? Nou, niet zo vaak. Ik ben natuurlijk wel journalist, maar ik sta meestal achter de camera of in een montageruimte. Ja. Maar nu mocht ik een keer voor de camera, dus dat is ook wel eens... Ik ben vreselijk benieuwd hoe dat over is gekomen. Ja. In kledij, in ouderwets kledij of... Ja, ik begin eigenlijk in mijn eigen... kleding en dan gaan we zo terug de tijd in en daar gaat mijn kleren gaan daar ook op aangepast worden. Ik ben vreselijk nieuwsgierig. Ik zou zeggen, zoek een lekker plaatsje. Dank voor je toelichting en heel veel plezier straks. Dankjewel. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Niet zo heel snel, ik weet dat jullie naar binnen willen, ja. Maar ik wil de kijkers nog even laten weten wie jullie zijn. Nou, ik ben Richard Heijnen. Ja? Ja, ik ben zijn vrouw. Mariette. Heel belangrijk. Achter iedere grote man staat een grote vrouw, hè? Precies. Oké. Okay. Richard Heijnen, wat was uw rol in het geheel? Ik had een figurantenrolletje. Jawel, maar zonder figuranten kun je geen film maken. Ja, ik was toevallig in aanwezig daar. Hoe was de ervaring om dat te doen? Ja, was geweldig. Ja, ik heb overal telefoonbelletjes gekregen voor andere opdrachten. Ja. Dus binnenkort in dit theater nog veel meer van u te zien? Ja, ik denk het wel.
Ik zou zeggen, ga snel naar binnen, want dan gaan we dadelijk kijken. Want ik ben vreselijk benieuwd wat het geworden is. Heel veel plezier. Ja, dank u. Dank u wel. Goedemorgen. Voordat jullie naar binnen gaan, wil ik nog eigenlijk even de kijkers van Omroep Brimmelen laten weten wie ik nu voor me heb. Ver van Vuren. Roos van der Wal. En jullie hebben een duidelijke rol gehad in het geheel, want er is een boek geschreven, er is een rol gespeeld. Hoe was dat? Het rolletje was heel klein, maar dat was dus heel spannend, want dat, ik schrijf alleen maar stukjes. En dit was niet zomaar een stukje, dacht ik, hè? Nee, het boekje was een flink boekje. Ja. En op basis van het boekje is de film gemaakt, dacht ik. Klopt. Daar heeft iemand een verhaal van gemaakt. En dat is in dialogen omgezet. En dat is de film geworden. Oké, dan gaan we direct naar kijken. Ik zou zeggen, pak er nog een plaatsje, want er zijn er al meerdere. Dus dadelijk even lekker gaan zitten en genieten van uw eigen werk. Oké. Ja, ga ik doen. Goedemorgen. Jongelui, niet zo snel, want bekende gezichten, Mariet en Johan Baks. En deze keer was het niet Johan die de hoofdrol had, maar was het Mariet. Ja, inderdaad. Ik heb meegedaan met Schans. Heel leuk. Was dat gevoel om filmster te zijn? Ja, het kwam weer helemaal terug, want ik heb vroeger natuurlijk toneel gespeeld. En, ik was erbij. Ja, dat klopt. Dus het was gewoon heel leuk weer om te doen. Ja. Ja. Heb je dat gezien? Het leren van de rol, daar viel weer een beetje tegen. Ja, daar was net al iemand die zei dat ook. Ik had vier, familie van je, die had vier regels en dat duurde heel lang voordat hij ze onder controle had. Ja. Hebben jullie het gezien? Ik heb kleine stukjes gezien, maar nog niet heel de film. Nee. Ga gauw naar binnen. Er zijn nog plekjes vrij. Geniet van jullie eigen werk. Dat is goed. Dankjewel. Oké. Joost, houden. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is Wout van Beckhoven. Dit is Wout van Beckhoven, jazeker. En vrouw en kind. En kind, Lisa. Dag Lisa. Oh, die gaat dadelijk de eerste film in haar leven zien. En daar speelt papa niet mee. Ja, daar speelt papa in mee, jazeker. Ja. Kom iets dichterbij, dan praat dat makkelijk. Natuurlijk. Oké, hoe was de rol? Ik vond het heel leuk om te doen, ja. Eerste keer? Eerste keer dat ik ergens een rol vertolkte, inderdaad. Dus dat was wel even wennen, dat je tekst moest leren en zo. Dat was even nieuw. Dus we hebben een paar takes gehad, maar uiteindelijk staat het er volgens mij super op. Dus ik heb iets gehoord over kip eten en die kip waren ontvreemd ergens? Ja, die kippen hadden we gestolen natuurlijk bij de boeren in de buurt. Jazeker. Okay. Ja, zo ging dat in die tijd, blijkbaar. Oké, het was leuk om mee te maken, absoluut. Nog een keer een film hier achteraan? Als er nog een film komt, mogen ze me altijd vragen. Okay. Ja. Nou, ik zal het dan de regisseur zeggen. Ik zou zeggen, geniet van je eigen werk. En met de anderen weer gezellig met elkaar babbelen over de film. Er is nog plaats, dus ik zou zeggen, wacht niet te lang. Super, dank u wel. Fijne dag. Oké. Okay. Ja. Goedemorgen. Ik begrijp dat u een rol heeft gespeeld in de film waar we direct naar gaan kijken. Ja. Ik heb op de uitkijk gestaan om ongenode gasten te weren in verband met geluid en beeld op te hebben. En hoe druk was u? Had u het daarmee? Niet erg druk. Het was heel gezellig en mensen snapten ook wel van je moet niet door het beeld heen gaan lopen. Er is geen koeien of anderen die in de weg hebben gelopen? Nee, geen schapen, niks. Nee. Nee. Dus u hebt makkelijk uw geld verdiend? Ik heb heel gemakkelijk mijn geld verdiend, ja. Ga lekker kijken wat het geworden is. Veel plezier. Dankjewel.